Guillermo B., verdachte van het medeplegen van de moord op Dirk Wiersum, nu bijna 4 maanden geleden in Amsterdam-Buitenveldert, ontkent dat hij iets met de moord op de advocaat te maken had. Vandaag was de eerste pro forma zitting, zeg maar de voorbereiding op de echte rechtszaak. De rechter gelooft hem niet en hij besloot dat B. dus achter de tralies blijft voorlopig. Net terug uit de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam is Saskia Belleman, onze rechtbankverslaggever. Saskia, is duidelijk geworden wat het aandeel was van Guillermo B. in dit hele verhaal? Niet helemaal. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of hij nou degene is die de trekker heeft overgehaald en geschoten heeft, of dat iemand anders was. Ja. Maar, zegt het Openbaar Ministerie, wij gaan er in ieder geval vanuit dat hij erbij betrokken was. En een van de dingen die zij noemen, waarvan zij toch wel zeggen van ja, dat is een hard gegeven, is dat Guillermo B. degene was die voor de moord, ook ten tijde van, maar ook daarna, de gebruiker was van de witte Opel Combo. Die is gebruikt bij de moord op Dirk Wiersum. En daar zijn gewoon sporen in gevonden. Daar zijn sporen in gevonden. Aan de buitenkant van een portier en aan de binnenkant is het bloed van Dirk Wiersum aangetroffen. En ook het DNA van deze Guillermo B. en zijn zoon. Ja. Hij ontkent ook niet dat hij die Opel Combo geregeld gebruikte. Hij zegt ook van ja, ik ben een keer met mijn zoontje naar het Kwaku Festival geweest in de Bijlmer. Ja. Ik gebruikte hem wel eens om grof vuil af te voeren en zo, maar het is niet mijn auto. En ik ben niet betrokken geweest bij die liquidatie. En geen idee hoe daar bloed van een advocaat in komt. Hij nee, dat zegt hij niet te weten. Maar er is nog veel meer waarom de rechter denkt, die man moet nog even vastblijven. Ja, er zijn heel veel aanwijzingen. Zo heeft Guillermo B. met zijn vriendin eigenlijk altijd op zwart zaad gezeten. Ze hadden nooit een cent te makken. En wat gebeurde er opeens na die aanslag op Dirk Wiersum? Er werd een schoenendoos met contant geld onder het bed gevonden. Er werd een Ford Kia waar ze al een tijdje in reden, maar waar ze iedere keer de afbetaling niet van deden. Er werd opeens cash afgerekend, ruim 15.000 euro. En er werd een vliegticket naar Suriname gekocht voor hem en ook cash afgerekend. Want 9 dagen na de moord werd hij opgepakt op Schiphol. Op Schiphol, ja, precies. Ja, hij was volgens het Openbaar Ministerie van plan om te vluchten naar Suriname. Maar zijn advocaat zegt, dat zegt zijn advocaat. Die zegt van nee, hij was gewoon van plan om weer terug te komen. Dus er is geen sprake van dat hij van plan was om te vluchten. Nee. Zijn advocaat zegt dat een alibi. Ja. Hij zegt, kan dat kloppen? Guillermo B. was in het huis van zijn halfbroer in Amsterdam ten tijde van de moord. Hij zegt dat kun je zien aan zijn stappenteller. Hij heeft maar een paar stapjes verzet die ochtend. En je kunt het ook zien aan zijn telefoon. Die werd pas 's middags actief. Maar goed, die kan hij natuurlijk ook in het huis hebben laten liggen. Dat zegt op zich nog niet zoveel. En zegt het Openbaar Ministerie, er zijn nog meer aanwijzingen. Onder meer gesprekken die zijn gewist van de telefoon van Guillermo B. Eén gesprek dat over, ja, dat hebben ze terug weten te halen. Eén gesprek dat overduidelijk ging over het bezit of het aanschaffen van ijzers. Nou, dat is een geen schaatsen, woord dat wordt gebruikt voor wapens in de onderwereld. Juist. En er werd ook gesproken over het zoeken naar de auto van Dirk Wiersum. Een witte elektrische auto. En daarvan zegt Guillermo B. op een gegeven moment in een chatgesprek van ja, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. En dat zijn allemaal gesprekken die zijn gewist. Je kunt je afvragen waarom wist hij die? Als die volkomen onschuldig zijn, is daar niet echt een reden voor. Maar volgens het Openbaar Ministerie zijn dat allemaal aanwijzingen in de richting van betrokkenheid van Guillermo B. Wij moeten niet op de stoel van de rechter gaan zitten, maar het ziet er slecht uit voor hem als ik jou zo beluister. Nou ja, er moet natuurlijk nog veel meer worden gevonden aan hard bewijs. Er zijn bijvoorbeeld getuigenverklaringen die zeggen dat de schutter een man van omstreeks 20 jaar was. Nou, dat is Guillermo B. niet. Die is 36 en hij ziet er ook echt niet uit als 20. Maar nee. Ja, hoe lang zie je iemand als je als iemand een schoten afvuurt en vervolgens er vandoor gaat? En hoe goed krijg je niet herinner echt je duidelijk dat? De kans om hem in het gezicht te zien. Nee. En wat ook nog is gebleken uit het onderzoek tot nu toe, is dat de daders van de aanslag waarschijnlijk al een paar dagen lang daar hebben gestaan om Dirk Wiersum te liquideren. Maar 2 dagen achter elkaar bleek Dirk Wiersum op de fiets naar zijn werk te vertrekken en niet met zijn auto. Daar hadden ze dus even je ziet op camerabeelden dat hij uit het beeld fietst langs die auto waarin die mannen zitten. Ja. En vervolgens rijdt die auto ook weg en komt er niets van. Maar op de dag dat hij vermoord werd, liep hij naar zijn auto. In zijn auto en was het raak, cru gezegd. Jij hebt hem vandaag gezien. Ja. Het is niet altijd zo dat tijdens een proforma-zaak de verdachte erbij is en aan het woord komt. Nee, wat voor indruk maakte die op jou vandaag? Ja, hij zat er redelijk rustig bij. Hij zat met zijn jas aan. Dat is op zich wel, dat ziet er altijd een beetje raar uit. Alsof je ieder moment van plan bent om op te staan en weg te lopen. Ja, het duurt maar kort. Ja, hij heeft ook niet zo heel veel gezegd. Maar op het moment dat hij het woord kreeg, begon hij eigenlijk in de eerste plaats met zeggen dat hij het vreselijk vond voor de weduwe en de kinderen van Dirk Wiersum wat er was gebeurd. En hij zei ook nog van ik ben zelf ook vader.
Maar ja, ook zei hij dat hij hier niks mee te maken heeft. Gemeend? Krokodillentranen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Je kunt hem op zo'n moment niet in het gezicht zien. Je ziet hem op de rug en je ziet hem op schermen die erboven hangen. Je kunt zijn gezichtsuitdrukking niet echt zien. En je kunt aan die paar zinnen die hij heeft uitgesproken ook niet echt iets afleiden. Nee, hoe denk je dat het is aangekomen bij de nabestaanden van Dirk Wiersum? Ja, dat is ook moeilijk te zeggen. Waren natuurlijk. Die nee, die waren er niet. Die hebben de zaak ongetwijfeld op een afstand gevolgd. Ik weet niet of zij een videoverbinding tot hun beschikking hadden. De advocaat die ze vertegenwoordigt, Stijn Franken, was er wel. Die heeft de zitting gevolgd en die zal ongetwijfeld ook verslag uitbrengen aan de familie. Dus ja, hoe dat gevallen is bij ze, ja, ik weet het niet. Ja, en die advocaat van B vindt het bewijs natuurlijk te mager. Dus ja. Die advocaat zegt, dat is Tjalling van der Goot, die zegt van ja, het Openbaar Ministerie gooit allerlei vage aanwijzingen op één hoop en trekt daar dan vervolgens conclusies uit. Dat gaat allemaal veel te ver. Het is het feit dat hij die auto heel regelmatig gebruikte, wil nog niet zeggen dat hij er ook in zat op de dag van de moord. Ja. Dus ja, het zijn allemaal dingen waarvan Tjalling van der Goot zegt van nou, we moeten het allemaal nog maar zien. En het onderzoek loopt natuurlijk ook nog. Dat is een van de redenen waarom de rechtbank ook heeft gezegd van ja, dat onderzoek loopt. We moeten voorkomen dat dat in de wielen wordt gereden op de een of andere manier. Het is een van de redenen waarom Guillermo B. ook achter de tralies blijft. Juist. Er is nog een andere verdachte, een neef van Taki. Die zit ook nog steeds vast. Ja. Hoe gaat dat naast deze zaak verder? Nou, die was er vandaag nog niet bij, omdat hij een maand later is aangehouden. Het gaat om Anwar Taki. Ongetwijfeld zullen die zaken op enig moment worden samengevoegd. Ja. Maar er zal waarschijnlijk eerst over een maand een proforma zitting in zijn zaak komen. En ik verwacht eerlijk gezegd dat de volgende proforma zitting een gecombineerde zal zijn met beide verdachten. Ja, en misschien nog wel meer verdachten. Ja, want ook dat sloot het Openbaar Ministerie niet uit. Omdat het onderzoek nog gaande is. Er is bijvoorbeeld, dat was ook een vreemd element in deze zaak. Er is contact geweest tussen de telefoon van Guillermo B. en een andere telefoon. En die andere telefoon, die heeft in de dagen voor de moord op Dirk Wiersum contact gehad met Dirk Wiersum. Nee. Dat is vreemd. Je zou dus zeggen van ja, daar is dus sprake van een connectie tussen degene die met Dirk Wiersum heeft gebeld en Guillermo B. Ja. Maar wat die connectie precies is en van wie die telefoon is, dat weet het Openbaar Ministerie nog niet. Maar het is natuurlijk wel alle reden om dat onderzoek voor te zetten. En ook om niet uit te sluiten dat er nog meer aanhoudingen zullen komen. Dat wordt vervolgd. We horen van je, Saskia Berman. Dank je wel voor nu.